mijn lieve mensen. Ik ben net terug van Richie in Overschie. Hij is een tatoeëerder. Hij heeft een hele vette shop waar ik bijna dagelijks langs rij als ik boodschappen ga doen. En ik werd altijd al getrokken daar naartoe. Had alleen niet echt de reden om nog een tattoo te zetten. Tot 2 maanden geleden toen ik een miskraam heb gekregen. En dat was een hele heftige periode voor ons. En ik wilde dat een plek geven. En ook mijn vorige verliezen heb ik eigenlijk nooit echt een plek kunnen geven. En dat doe ik graag. Als iets van mij of betekenis heeft, dan wil ik dat vereeuwigen op mijn lichaam. Dus heb ik een quote gemaakt. En ik dacht, het is wel mooi met 4 zwaluwen voor de 4 verloren kinderen. En Richie heeft die gezet. Echt heel erg mooi. Ik ben er echt heel blij mee. En kan het op deze manier ook beter een plek geven. En ik neem jullie even mee, zodat jullie Richie ook even beter leren kennen. Jij hebt een supermooie tattoo van mij gezet, wat voor mij echt misschien wel de meest betekenisvolle is die ik op mijn lichaam heb. Nou, als je zelf kinderen wil en het lukt dat niet helemaal, dan doet dat heel veel met je. Dus dank je wel daarvoor. Ik ben echt super blij daarmee. Geen dank. Jij hebt 4 kinderen. Vertel eens een beetje wat over jezelf. Je bent een echte familieman, hè? Ik vind mezelf wel een familieman, ja. Ik ben super gek op mijn kinderen. En zoals ik al vertelde, dan 2 meiden, 2 zoons. En ja, dat is toch wel je zwakte punt. En voor de rest ben ik eigenlijk veel met mijn gezin. Dat vind ik leuk. En wat moet ik over mezelf vertellen? Ja, 33 jaar jong. Tatoeëren van Rotterdam, eigen winkeltje. Ja. Want wanneer ben je begonnen met tatoeëren? Toen je 14 jaar was? Toen ik 14 was, toen ben ik voor het eerst gaan tatoeëren. Maar ik zit al vanaf mijn 4e al in een tatoeshop. Want daarvoor hadden mijn ouders al een tatoeshop. Oh ja? Ja. En mijn moeder deed piercen en mijn vader deed tatoeëren. En toen ben ik altijd gaan tekenen. En ik was daar dagelijks te vinden na schooltijd. En hoe is het een beetje zo gelopen? Ja, dus het is gewoon echt van jongs af aan? Ja, bij mij wel. Ik ben echt al vanaf jongs af aan. Ik ken ook in principe niks anders dan slap en roeren en een beetje creatief zijn. Ja, toen ik een jaar of 14 was, toen heb ik zelf de machine gepakt en dan kon ik het allemaal in elkaar zetten. En wie was je proefgenaar? Eerst deed ik het op nephuid. Dus je varkenshuid en wat plastic huidjes. De eerste was een goede vriend van mij. En die heb ik toen 2 skulletjes op zijn been gezet. Ja, toen was ik pas 14, dat ging echt wel goed. En die tattoo zit er nog steeds goed op eigenlijk wel. Echt? Ja, ik heb toevallig een tijdje terug nog gezien. En daarna ben ik een beetje zo de maandagen en de zaterdagen gaan werken. Bij je ouders? Bij mijn ouders. En toen stopte ik met school, 15. Grafisch lyceum afgestudeerd. VMBO dan. Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk fulltime gaan tatoeëren. Het zit in je bloed? Ja, het is voor mij echt een passie en een hobby. Want je ouders doen het nog steeds? Nee, die zijn ermee gestopt. Een jaar of 6 geleden. En waar waren zij een tattoo shop? Is dat? Oh, dat was deze shop? Ja, dat was deze shop. Als je hebt gewoon overgenomen van je ouders? Ja, want ik werkte eerst hier zo. Toen ben ik weggegaan. Ja. Heb ik eigen winkel geopend in Woerden. Ja. Heb ik 2,5 jaar gezeten. Toen ben ik bij een tatoeëerder in Delft, heb ik nog 2,5 jaar gezeten. En toen ben ik teruggekomen, dat is inmiddels nu 10, 11 jaar geleden. En toen heb ik het overgenomen, denk ik, ja, of 8 of zo geleden. Dus zij zijn er helemaal mee gestopt? Ze zijn er helemaal mee gestopt, ja. Nou, maar jij hebt het naam nu voortgezet. Je hebt alleen de naam veranderd, dan neem ik aan. Ja, toen werd het met anders en nu heet het gewoon Ritsink. Wat voor klanten krijg je zoal? Liefst zo kaal mogelijk. Ja? Ja, ik ken dus een vol prikken, ja. Toch? Nee, maar wat voor klanten? Ja, van jong tot oud, tot van ver weg, van dichtbij. Ik heb weinig mensen uit de buurt eigenlijk. Ik heb wel heel veel mensen vanuit Rotterdam, dat wel. Maar ik heb ook mensen vanuit België, ik heb mensen vanuit Duitsland een paar. En die komen dan 1 keer of 2 keer per jaar. En je expertise, wat ik zo op je Instagram kanaal zie, is wel echt reality, gewoon... Ja, realisme. Ja. Ja, ik doe in principe alles wel, ben wel allround. Maar ik doe geen hele grote Polynesische stukken of bepaalde Maori of echt zwart gekleurd. Mm. Tegenwoordig zie je al die armen een beetje zwart, dat vind ik niks. Nee. Nee, ik doe het liefst zwart-wit, realisme. Ja. Dat vind ik leuk, of wat ik bij heb gedaan, gewoon die strakke kleine dingetjes, weet je, vind ik ook leuk om te doen. Als de uitdaging is, is het altijd leuk. En hoe ben je daarmee begonnen? Want dat is natuurlijk eigenlijk best wel een upgrade. Ja, heel veel mensen beginnen met lijntjes of tekst. Nou ja, echt realisme. Dat is natuurlijk wel het moeilijkste wat er is. Portretten, dat vond ik altijd wel tof. Portretten. Maar begin je dan ook wel tekenen als jong kind al? Ja, ik teken heel veel. En portretten schilderen. Ik heb die spuiten. Ja. En toen dacht ik gewoon, nee, ik ga gewoon proberen een portretje te maken. En dat ging redelijk goed voor mij. Idee toen, ja, nu is ik aan het kijken, denk ik het 1 keer beter. Ja. Maar ja, dat is oefenen. Maar jij bent wel echt een ware kunstenaar. Je hebt je hele shop ook zelf geschilderd, gespoten. Wat heb je gedaan? Dit heb ik gekalligrafeerd met
met een kwast en verf. En de rest hebben we gespoten. Spuitbus. Hey, yo, Sean. So I'm going to Ghana. Babe, come on, mama, shake your bumper. Mama, mama, laat zien what's up. Show, point, point. Pinky, hey, show. Via, en of flop, via, tinko. Doen het allemaal, roepen om mijn naam. Komen in je stad, weten wie ik ben. Levens niemand kennen, Sean, I'm on the man. Motherfuckers zijn hier, ik roep. Babe, come on, mama, shake your bumper. Mama, mama, laat zien what's up. Show, point, point. Pinky, hey, show. Via, en of flop, via, tinko. Doen het allemaal, roepen om mijn naam. Komen in je stad, weten wie ik ben. Levens niemand kennen, Sean, I'm on the man. Motherfuckers zijn hier. Logo zelf ontworpen, een beetje op de computer. Want wat zijn je hebt allemaal hobby's ook nog, hè? Muziek maken. Ja, muziek maken, dat is een groot deel. Veel muziek maken. Doe Crafty Spuit een beetje erbij, dat is ook wel een, meer een hobby. Een nachthobby. En ik heb dan ook nog heel lang motocross gedaan, dat is wel een iets meer hoge motocross, dat heb ik ongeluk gehad. Mm-hmm. Een jaar of 10, hoe lang is dat geleden? Nee, later man. Dat is alweer 15 jaar geleden. Toen lag ik allebei op polsen. Nee, hier zo. Toen nog weer een stuk kapot weggehaald. Zo. Ja, brak ze allebei het gelijk pennen erdoor. Oh, als je niet bang bent, zijn we nog om tatoeëren. Ja, wel, maar toen zei ze ook, als je nog een keer breekt, dan zet hem vast en dan kan je alleen zo. Oh, ik heb gelukkig. Ja, dus toen ben ik eigenlijk gestopt met motorcross. Ik deed echt hoog. Ik heb het wel lang op gedaan, vanaf mijn 4, 5e jaar tot aan mijn 18e. Maar zo reality checken, van als je dan nog moet houden met tatoeëren, dan. Nee, dat werkt niet, man. Want dat is je leven. Dat is je leven, je inkomsten, je stabiliteit. Ja. Muziek is wel echt een ding. Ja. Dus een beetje urban toch? Een beetje tatoeëren, een beetje graffiti maken. Een beetje... Kunnen mensen ook je muziek ergens luisteren? Ja, zeker. Dat kunnen ze sowieso via mijn artiestennaam is Jean Leman. Ik heet Ritsi Jean. Dus ik heb van mijn tweede naam gewoon Jean Leman gemaakt. En daar heb ik een instaatje van en veel videoclips online. Die edit ik zelf, maak ik zelf, schiet ik 9 van de 10 keer zelf. Spotify. Misschien weer een beetje iets ergens onder. We zijn het allemaal hier op en neer. Nee, dan kunnen ze gewoon beluisteren. En ik heb een paar dingetjes voor Feyenoord gedaan. Omdat Feyenoord mijn clubje is. Daar ben ik echt mee opgegroeid. Dus ik heb een liedje gemaakt, Goed uit Rotterdam. En die is goed aangeslagen. Die heb ik een aantal keer mogen optreden in de Kuip. En die is nu inmiddels 500.000 keer gestreamd. Zo. Ja, dus dat is wel dik. Dat was eigenlijk niet. Dat is niet zomaar een hobby. Nee, dan. Nee, maar was toen wel gewoon het doel. Uit liep daar in principe. En dat ik toen ook al zei gisteren van ja, als je er niks van verwacht, dan is het leuk als er wat uitkomt. Ja. Als je hoopt dat het gaat exploderen en er gebeurt niks meer, ja, wat de fuck heb ik? Ja. Weet je, dan bouw je alleen maar. Ja. Dus ja, voor de rest gewoon lekker creatief bezig zijn. En dit is wat je voor de rest van je leven gaat doen? Ik hoop het wel. Als het zo hoe het nu gaat, dan gaat het gewoon goed. En het is booming toch, tatoeëren. Dus iedereen wil tato's. Jongere mensen worden ouder, dus die kinderen willen ook allemaal tato's. En zolang het goed gaat en mijn armen kunnen en mijn hoofd kunnen gaan, ja, waarvoor niet? Ja, dat is wat ik zeg, het is meer een hobby dan. Ik denk niet elke dag van ik ga naar werk toe. Nee. Kijk, het is wel gewoon vaste tijden aan doen en het levert geld op. Maar ook al zou ik miljonair zijn, ik zou nooit meer hoeven werken, zou ik alsnog tatoeëren. Ja. Misschien wat minder, wat geselecteerde qua plaatjes of dingen of klanten. Maar voor de rest, nee, ik ben er super blij mee. Ja. Samen met je kinderen zit de liefde van je leven. Ja, ja, misschien wel. Zo kan je het wel zien. En vrouwtje en. Mijn moeder ben ik gek op. Ja. En mijn vader heb ik een goede band mee. Dus ik ben. Wat dat er gaat, heb ik niks te klagen, man. You're blessed. Ja, eigenlijk wel. En iedereen die in jouw shop komt, is ook blessed. Als ze uiteindelijk tevreden weglopen, wel, man. Dat vind ik wel, ja. Ja, toch? Ja. Nou, super bedankt. Ja, geen dank. En ik zie je. Jij bedankt voor het vertrouwen en heel veel succes met je tatoe. Ja, dank je. Ik hoop dat je er nog jaren wat plezier van hebt. Nou, voor de rest van mijn leven. Ja. Dankjewel. Ja, wij staan hier, ja, we geven de kans. Niemand die ons begrijpt, nee, ik leef voor die dag. We pakken elkaar vast en we roepen dan hard. Je krijgt de groeten uit Rotterdam. Je krijgt de groeten uit Rotterdam. En hij krijgt de groeten uit Rotterdam. En hij krijgt de groeten uit Rotterdam. Iedereen kan de groeten uit Rotterdam.